De laatste tijd koop ik natuurlijk de ene skin naar de andere in Brawl Stars. En dat heeft er ook voor gezorgd dat mijn edelstenen behoorlijk snel achteruit gaan. Op dit moment heb ik nog maar 4 edelstenen op mijn hoofd te koud. Ja, dat gebeurt niet zo heel vaak. Maar vandaag wel. Maar er gaat weer verandering in komen. Want ik ga namelijk de volgende mythische skin kopen. Namelijk Cactus Spike, oftewel Poop Spike. Ja, het is gewoon een hartstikke grappige skin. Ik weet niet eens of het echt de mooiste is. Maar het is gewoon grappig. En luier met de drol. Het is gewoon, ja, een beetje poep en plassen fase humor. Maar ik vind het op zich wel grappig. We gaan in ieder geval deze skin kopen. En daar doen we een leuke challenge mee. Want naast dat ik natuurlijk Poop Spike nog moet kopen, heb ik ook nog vet veel zilver en gouden skins die ik moet gaan krijgen. En ik weet het leuk gemaakt. Voor elke kill die ik maak met Poop Spike, mag ik 1 zilveren skin kopen. Maar dan moet ik wel die knokken killen. Dus stel ik kom een Colette tegen en ik weet die Colette te killen, mag ik de zilveren skin van Colette kopen. Maar stel ik kill een Daryl, die skin heb ik al, die kan ik dan dus niet kopen. Dus ik moet een knokken killen van met de zilveren skin die ik nog niet heb. Dus dan moeten we een beetje mazzel hebben met de knokken die ik tegenkom. Maar dat gaan we dan zien. Dan moet ik tijdens de game bijhouden wie ik kill. Want dat moet ik natuurlijk wel goed onthouden. Maar voordat we gaan beginnen met spelen en eens kijken hoeveel zilveren skins we kunnen gaan kopen, doe even dat duimpje omhoog. 3000 likes zou natuurlijk weer nice zijn als dat gaat lukken. Abonneer, blijf je op de hoogte van mijn video's. En vergeet ook niet de code Bowser in te vullen. Als je zelf ook een mooie skin koopt of iets anders. Ik moet trouwens sowieso nog wat edelstenen hebben. Dus ik koop even wat edelstenen erbij. Want anders kan ik natuurlijk niet Poop Spike kopen. Ja, ik vind Poop Spike beter dan Cactus Spike. Het is niet echt een cactusje, maar het is kak van poep. Maar ja, maakt allemaal niet uit. We gaan hem kopen en dat gaan we nu gewoon meteen doen. En ik heb trouwens ook nog een manier waardoor ik weer wat edelstenen, of nee, wat coins erbij kan krijgen. Zodat we misschien nog meer zilveren skins kunnen gaan kopen. Maar Cactus Spike ga ik eerst kopen. En hier is hij dan, de nieuwe skin. En dat betekent dat ik nu weer alle mythische en alle legendarische skins heb in Brawl Stars. Het is de 1 april skin. Ja, het is op zich wel een grappige skin. Ja, maar helemaal 1 april. Ja, het is een grap, maar de skin blijft wel voor altijd in Brawl Stars. Dus echt een alleen 1 april grap is het dan ook weer niet. Maar alle mythische skins en alle legendarische skins heb ik dus nu gewoon. Ik mis alleen nog een paar epische. En die kan ik waarschijnlijk aan het eind van dit seizoen wel vrijspelen. Want aan het eind van het seizoen krijgen we 3 buzz skins. En als ik die alle 3 heb, dan heb ik gewoon daar 3 van. En dan moet ik alleen 2 keer nog een fang skin hebben. Dan heb ik alle skins weer. Maar laat ik Spike me eventjes gaan selecteren. Die staat hier zo. Ja, Spike heeft echt vet veel vette skins. Overheersen Spike is nice. Maar kak de Spike is niet eens de mooiste. Is gewoon grappig. Het is gewoon een grappige skin. Maar laat ik nu maar even zien hoe ik nog wat coins erbij kan krijgen. Want ik heb natuurlijk een room level met, of nee, meesterschap met best wel veel knokkers. Moet ik even goed selecteren. Ja, hier zo. Ik heb best wel wat knokkers redelijk qua meesterschap, waarin ik nog allemaal geen coins heb geclaimd. Dus dat kan ik nog even doen. En ook trouwens nog wat credits en dergelijke. Dus op die manier gaan we qua coins nog mooi vooruit. Qua credits ook, waardoor we dan uiteindelijk een room level misschien nog omhoog gaan. Nou, niet in deze video, maar uiteindelijk wel. Maar ik ga even al mijn coins en rewards nog claimen die ik heb. En dan gaan we sowieso boven de 100.000 coins eindigen. En met room levels en credits gaan we ook echt heel hard op deze manier. Dus dat is ook wel chill. Nou, al mijn coins zijn ondertussen geclaimd. Ik heb 108.000 coins. Dat is echt niet normaal. Dus ik kan gewoon 10 zilveren skins kopen. Maar ja, we gaan gewoon lekker spelen. Ik doe solo showdown en dan zien we wel wat er terecht van gaat komen. Ik heb hier notities voor me staan. Dus dan kan ik precies bijhouden wie ik kill. En dan moeten we achteraf gaan kijken of ik die zilveren skin dan nog kan kopen of niet. Met een beetje mazzel kunnen we gewoon 10 zilveren skins kopen in deze video. Maar dan moet ik gewoon veel kills maken. Oh, daar zit een gif. Zit hij er niet achter? Als dat zo is, kunnen we die killen. Ja, ik heb een gif gekild. Oké, ik zal het even noteren. Gif is gekild. Oké, nice. Dan moet dit potje even wat beter gaan. En hopelijk kunnen we ook meteen een paar kills maken. Maar eigenlijk vind ik deze skin er in-game best wel vet uitzien. Ja, ik vind hem, zeg maar, net toen ik hem in het overzicht zag, niet eens het vetste, of de vetste skin. Maar nu in-game vind ik hem best wel grappig. Hij heeft best wel vette animaties. Moet even uitkijken voor die Piper. Maar die moet ook uitkijken voor mij, jongen. Hatsee! Dat waren een paar mooie hits. Dan is die Piper bijna dood. Kunnen we even kijken of we die misschien kunnen pushen. Zou mooi zijn. Dat was weer een mooie hit. Ik moet trouwens even mijn gadget aanzetten. Anders ga ik hier misschien dood. Waarom lag ik zo? Ik bewoog gewoon. Hij bleef stilstaan. Dat was gewoon lag. Jongen, oh, dit is echt
stom, jongen. Ik ga mega hard omlaag qua trofeeën op dit moment. Nou, oké. Okay. We hebben in ieder geval Griff gekild. Ondertussen begin ik gewoon bijna een beetje te ragen. Maar dan kunnen we in ieder geval kijken of ik de skin voor Griff nog kan kopen. Daar ben ik benieuwd naar. Griff. Waar sta je? Hier staat Griff. Oh, die heb ik al. Oké, daar heb ik dus helemaal niks aan. Oké, we pakken ons. Hopelijk gaat het iets beter, ondanks een beetje de lag. Wow, yo, we hebben nu in totaal 5 of 6 pipers of zo tegen ons. Dat is behoorlijk veel. Ja, dat is zeker behoorlijk veel. Ik kan even kijken of ik deze kan openen. Ondertussen heeft die piper daar al een kill gemaakt. Ik zal even mijn gadget aanzetten. Met de hoop dat hij daar dan een beetje op afstand blijft. En aan de andere kant liep volgens mij ook al een piper. Dus dat is ook uitkijk geblazen. Ja, hier in de bosje zat iemand. Ik zag je wel, piper. Ik zag jou wel. Oké, kan ik hier deze openen? Dat is mooi. En zal ik dan naar het midden gaan? Ja, ik weet niet. Hoe dan ook, ik weet niet eens of ik al een skin heb voor piper qua zilver en goud. Volgens mij wel. Maar dat weet ik niet eens helemaal zeker. Heb ik nu hier die piper? Ja. Oké, we hebben een piper gekild. Dus dat is lekker. Ik zou even kijken of we die andere piper op afstand kunnen houden. Zou mooi zijn. En, oh, daar is ondertussen nog een piper gekild. Colt is daar zo. Dan ben ik benieuwd wat de andere knokkers nog zijn die hier rondlopen. Ik kan even kijken of ik misschien deze piper nog kan pushen. Oh, dat was een lekker hit. En nu heb ik hem weer. En kan ik hem daar nu hebben? Zou mooi zijn. Ja, ik lek echt, jongen. Heel af en toe is het op een vervelend moment. Ik kan even mijn gadget aanzetten. En die super is trouwens wel geniaal. Oké, maar we zijn nu 5e geworden. Maar op zich, ja, het ging ermee door. Ik heb in ieder geval Piper gekild. Dus we gaan eens kijken of we nu een zilveren skin voor Piper kunnen gaan kopen. Piper. Waar ben jij? Ja, die heb ik ook al, dus daar heb ik ook niks aan. We gaan gewoon door. Ik zei aan het begin van de video 5 potjes, we gaan er wat meer doen. Want dit gaat echt veel te snel, ik ga veel te snel af. Nou, ondertussen al best wel wat trofeeën verloren met Spike. Ik moet ook zeggen dat het spelen iets minder makkelijk gaat als je, zeg maar, lekt. Nou is dat natuurlijk niet het enigste. Ik heb ook echt een paar potjes niet al te best gespeeld. Maar ja, hoe dan ook. We gaan eens kijken of we deze Fang kunnen hebben. Zal mooi zijn. Ja, nice. Oké, Fang is gekild. Moet ik dat even noteren, dat ik dat niet vergeet. Dus daar kunnen we zo meteen eventueel een zilveren skin voor kopen. Als ik die natuurlijk nog niet heb. Maar dan moeten we nu eindelijk even een keer een potje gaan winnen. Oh, daar zat iemand. Was dat een Pearl? Ik weet eigenlijk niet wie dat was. Ik heb geen idee. Nee, dat was een Miko. En kan ik die nu hebben? Ja, die heb ik gekild. Dus dat is lekker. Oké, ik laat die eventjes daar. Dus dan ga ik mooi eventjes hierheen. Oké, dan hebben we dus een Miko ook gekild. Fang en Miko. Wat gaat Melody doen? Die heeft best wel wat krachtpunten. Dus die laat ik eventjes links liggen. Ja, dus die hoop ik dat die mij ook een beetje met rust laat. Dat zou ook mooi zijn. Oké, tot nu toe wel. Ik zal trouwens even snel Miko selecteren. Miko is ook geselecteerd. Oké, Fang en Miko, dat zijn 2 knokkers waar we eventueel zilveren skin van kunnen kopen. Dus dat zou mooi zijn. Oké, daar is de Piper. We kunnen alsnog even kijken of we die kunnen hebben natuurlijk. Zou leuk zijn. En... oeh, dat scheelde weinig. En die gaat denk ik wel dood. Ja, mooi. Dat is weer fijn. Ik laat die Melody gewoon even leven. Dan gaan we aan het eind kijken wel of we die Melody kunnen pakken. Oké, hier is een Colt. Zou ook mooi zijn als ik die Colt kan killen. Ja, dat zou zeker mooi zijn. Nou, dan moet ik even uitkijken. Dit is echt die lek, jongen. Ik wou mijn gadget inzetten, maar dat was al te laat. Hoe dan ook, we hebben wel weer een keertje een potje gewonnen. Mag ook wel, want het ging niet al te best. We krijgen in ieder geval een zeldzame starter-op. Maar dan kunnen we nu eens kijken in de winkel naar een Fang en een Miko. Kijken of die zilveren skins hebben. Ik kan natuurlijk ook gewoon hier kijken. Dat is misschien nog makkelijker. Want dan kan je gewoon meteen op de knokker zelf klikken. Miko heeft helaas nog geen zilver of gouden skins. Dus daar kan ik helaas momenteel niks mee. Fang wel! En die heb ik nog niet. Eindelijk. Oké, dat is wel nice. Nou, dan gaan we deze skin kopen. En ik weet het leuk gemaakt. We gaan ook de gouden skin kopen. Dan hebben we gewoon 2 skins in 1 keer. We gaan het gewoon doen. 2 nieuwe skins. Zilveren en gouden Fang. Jongen. Wel ziek nice. 35.000 coins. Oké, ik weet het leuk gemaakt. We doen nog 1 potje. En dan doen we nu weer hetzelfde. Alleen dan ook met gouden skins. Dit laatste game, of deze laatste game, wordt de bonus game. Dus als ik nu een kill maak en ik heb nog niet de zilveren of gouden skin van die knokker, mag ik ze of allebei kopen of degene die ik nog mis. En dat zou dan eventueel de gouden skin zijn. We kunnen even kijken of we hier die Colt kunnen pushen. Dat zal mooi zijn. Moet hier even uitkijken. En die Colt kunnen we nu hebben. Oh nee, dat is shit.
Oké, dat is jammer. Ik weet trouwens niet van Piper of ik die gouden skin al heb van Piper. Dus ik kan natuurlijk wel kijken of ik die misschien weet te fixen. Zou wel mooi zijn. Maar ja, dan moet ik niet zo laggen, want dan zie ik natuurlijk die schoten niet aankomen. Hoe dan ook, ik leef nog, dus dat is mooi. Alleen heb ik die Colt ook niet gekild. Dus dat is wel een beetje jammer. Knokkenbrak, daar ga ik wel eventjes een beetje voor uitkijken. Maar misschien is die nu wel redelijk low qua HP. En kan ik die misschien nu killen? Zou leuk zijn. Hier, komt hij. Komt hij. Ah, net niet. Net niet, net niet, net niet. Hij was wel redelijk low qua HP. Oh, en ondertussen heeft iemand anders hem al gekild. Oké, dat is jammer. We willen wel één kill maken. Dit wordt de laatste game. Dus als ik nog een zilver of gouden skin wil krijgen, dan moet dat nu te doen zijn. Angelo heeft denk ik nog geen zilver en gouden skins, omdat die te nieuw is. Als een knokker echt net nieuw is, dan heeft hij vaak nog geen zilver of gouden skin. Oh, die Piper is redelijk low. Ja, we hebben Piper gekild. Dus stel, ik heb nog geen gouden skin voor Piper, wat ik trouwens wel denk dat ik die al heb, dan mag ik die zo meteen kopen. Oké, maar hier is nog een Jean en een Mortis. Dus die Mortis, ja, moet ik eigenlijk ook zien te killen. Jean is in ieder geval al dood. En Melody die heeft ook sowieso geen skin. Nee, sowieso niet. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ik ga even kijken of we die Mortis kunnen hebben. Ik kan hier even mijn super aanzetten. En kunnen we die Mortis hebben? Nee, die wordt ondertussen al gekild. Nou ja, dan zitten we in ieder geval in de top 3. Ja, dat is prima. Maar dan denk ik niet dat we hier eerst gaan worden. Want die Melody die heeft best wel heel veel krachtpunten. Tenzij ze eerst met elkaar gaan vechten. En dat ik vervolgens die Melody kan killen. Dat zou mooi zijn. Maar dat denk ik eigenlijk niet. Oké, ik zal eventjes hier een hartje doen. En dan hopen dat die Melody mij even laat leven. Zou mooi zijn. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ik ga hier om het hoekje staan. En dan hoop ik dat we op die Angelo kunnen gaan. Dat we in ieder geval tweede worden. Dat ik die Angelo nog weet te killen. Ja, ik heb Angelo gekild. Lekker. Oké, ik denk niet dat ik dit nu ga winnen nog. Ik kan die krachtpunten even pakken. En ik ga nu gewoon dood. Ja, sowieso. Ja, ik kan het nog proberen, maar maakt het al niet meer uit. Oké, dan gaan we eens kijken welke skins ik nog kan krijgen. We hebben dus Piper en Angelo. Nou, Angelo weet ik eigenlijk zeker dat die nog geen zilveren gouden skins heeft. Dat is inderdaad het geval. Het is meer de vraag, heb ik van Piper de gouden en zilveren al? En die heb ik al. Oh, dat is jammer. Nou, hoe dan ook, we hebben in ieder geval een gouden en zilveren skin erbij. En we hebben natuurlijk de nieuwe Spike skin, die ook wel erg grappig is hoor, om eerlijk te zijn. Maar ik laat het erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Heb jij ook zo donders genoten van deze video? Dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus zeker weten, even checken we uit. En abonneer, dan blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. Dan word je lid van de Bowser Army. Doei hè!